Ook fanatieke sporters zijn door de coronacrisis de komende tijd aan huis gekluisterd. Maar ja, wat doe je als je echt niet even kan wachten? Dus jullie dachten, de squashbaan is dicht, we bouwen er zelf maar eentje? Ja, zeker weten. Het was even werk, je moet even bijkomen, want we staan al eventjes te spelen. Maar, je bent ook echt buiten adem. Ja, klopt. We staan al even een half uurtje te spelen, dus het is intensiever reden. Wat is de hartslag nu dan? 160. Het lukt het stel zelfs om een aantal rallies te spelen. Misschien ook niet zo gek, want voor de coronacrisis stonden ze 3 à 4 keer per week te zweten in het Frans Otte Stadion. En er is nagedacht over details. Alle lijnen zitten erop. De bovenlijn, de servicelijn en de tin, de onderste lijn. Dus de bal wordt boven die lijn. En met de service boven deze lijn. En binnen de lijn op de muur. Dus alles klopt. Alleen de verhoudingen zijn wat anders. Ik denk ongeveer 2/3 van de normale baan. Dus we moeten ook het spel een beetje daarop aanpassen. Ja, en dat gaat verrassend goed op wat kleine obstakels na. Dus daar hebben we aparte regels voor bedacht. Als je op de heenweg tegenaan slaat, dan is het je eigen fout. En als je op de terugweg tegenaan komt, dan spelen we de bal over. Maar ja, dan zit je natuurlijk nog met je buren. En die hebben voor de zekerheid een mailtje gestuurd, maar die reageerden al wel heel enthousiast. Dus die vonden het goed. Om de buren te ontzien speelt het stel maximaal 1 uurtje per dag tussen 2 en 6. Het was wel echt nodig om die squashbaan dan zelf maar te bouwen. Dat had ik wel gekund. We zijn ook begonnen met badminton beneden in de woonkamer. Maar toch die uitdaging van kort en die balletjes hier en die muren zeg maar die meedoen, dat is toch echt anders. Dus waren we vrij snel verveeld en we missen toch dat squash. En ja, het kan natuurlijk zonder, maar dit is toch echt veel leuker.